Een groot deel van de wijk De Blokken heeft vanavond rond etenstijd zonder water gezeten. Door een kapotte koppeling aan een buis van het waternet aan de Portlandweg moest Vitens het water afsluiten om zo het lek te kunnen repareren. Het was geen koud kunstje, maar wel een koud klusje om de lekkende buis uit te graven. Hiervoor moest de Portlandweg enige tijd afgesloten worden. Toen men het lek uitgegraven had, spoot het water uit de leiding. Na reparatie kon de straat weer gedicht worden en ging de weg weer open. Hierna kon de wijk weer op het waternet aangesloten worden. Dit gebeurde rond 6:30.